bewonderenswaardig. Hè? Je hoort nu het een en ander. Dus eigenlijk het de rem ingrepen in combinatie met het ABS. Ja, we zijn nog steeds in Amerika. Ik ben Werner Budding. In die Toyota zit Erik van Vuren. Die gaan jullie zo zien. Drie auto's die momenteel nog een beetje van ons zijn. Die Maserati, dat heb je gezien in de vorige vlog. Die Dodge, die ga je nog zien. De Hellcat en de Mustang is inmiddels weg. We gaan eerst met deze auto op pad in de richting van de Mexicaanse grens. Dat is een TRD Pro. Hey, hij zit er alweer klaar voor. Daar is hij. Heerlijk. Altijd enthousiast. Precies zoals het hoort. Wat zou erin zitten voor brommetje? Nou, aan de toeren te zien, even links naar kijken. Nou, iets krachtigs, zou je denken. Ja, maar ik denk geen 8-cilinder. Ik zou zeggen, staat het mis? Ik denk een 4-cilinder, let op. Nee, ik bedoel, wat zit er tussen 4 en 8? Ja, iets met een 6. Ik denk dat het een 6-cilinder is. Nou, dat klinkt al best als een 8. Nou, nee. Nee, het zijn er 4. 4? Weet je zeker? Niets is zeker in het leven, Erik, maar ik denk het wel. Toch. En zie je wat ermee kan? Ja, iets door de modder, denk ik. Ja. Zou er wel 2 in kunnen leggen. Ja, inderdaad. Daar ga ik op pad. Nou, de zon is gaan schijnen en die schijnt dan op de bergen ten zuiden van de San Bernardino. En dan bedoel ik de San Bernardino in Californië, want je hebt hem ook in de Alpen. En dit is de auto die alles kan. Staat hoog op zijn poten, bladveren, starre as. Wrangler banden. Wrangler banden met een Kevlar wang. Dus die gaat ons niet in de steek laten, Erik. Niet te hard. Toyota? Ja, ik bedoel meer als in, dat was ook weer de beperkende factor altijd bij een off-road situatie. Dat moet jij weten, als jullie nu denken van wat doelt hij op, kijk even naar het vorige vlog, die van die Land Rover Discovery. De beperkende factor, Erik, is? De banden? De man achter het stuur. Oh ja. Wie zit vandaag? Ik. Oké. Maar we gaan hier naartoe, het is een... De Old Control Road, zo noemen ze hem. En die gaat helemaal daarachter hoog de bergen in. En dan ga je dat zo direct een beetje zien. En je gaat het vooral zien op Autovisie TV. Binnenkort weer. Die kant gaan we op. Let op jongens. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik geloof dat hij onder de blubber zit. Even kijken. Wat is er, Erik? Ging dat shot niet goed? Het zit er van je af en toe. Het zit er op je wang. Eerste shot van de dag. Ik moet nog heel de dag. Maar waarom ga je dan ook zo dicht bij je blubber zitten? Jullie moeten weten waar deze man vanochtend de dag begon. Met het aanschaffen van een fijne cappuccino. En zoals dat hier in Amerika gaat, gaat daar een deksel op en die neem je dan mee in de auto. Ja, ik had een espresso, dat is niet veel, die zat ik snel op. En de cappuccino van Erik liep hem tussen de benen. Dus je hebt nu cappuccino tussen je benen en modder op je wang. Komt er nog wat bij voor vandaag? Dat sluit ik niet uit. Nou, sorry hoor, sorry. Ja, ga maar. Erik, voordat ik gas geef, liggen hier allemaal patroonhulzen. Succes! Dankjewel. Lekker hoor, bladveren. Dat is extreem goed bestand tegen extreme omstandigheden. Alleen. Het is ook een beetje oncomfortabel als de weg echt slecht is. Old Control Road. We zijn daar gestart, in de diepte. En dit is dus een fire road, zoals ze dat noemen. Oftewel een
weg waar die gebruikt wordt op het moment dat de boel in de fik staat. De boel in de fik staat, ja. Dat is bij ons niet echt gebruikelijk. Hier wel. Het is hier zomers namelijk bloedverziekend heet. En je ziet het is allemaal begroeid. Dus dat wordt dor. En dan af en toe steekt de vlam in de pan. En dat willen ze niet. Want dan is een heel gebied verloren. Dus dan gebruiken ze deze route, dit pad. Om de boel te bestrijden. En dan is het nog wat. En dat is wel mooi. Dat ga ik jullie uitgebreid vertellen als je de tv-show bekijkt. Maar we zijn hier natuurlijk niet voor niets. Hè? Er zit een gedachte achter. Dit is zo'n beetje de meest... De beste off-roader die je kunt aanschaffen. Zonder dat je hem zelf modificeert. Dit is dus allemaal af fabriek. Hè? Dikke banden, Kevlar wangen erin. Extra stevige dempers. Hij heeft een achterdif wat vast kan. Hij heeft een crawlstand. Hij heeft een modder sneeuwstand. Dat kun je allemaal met een draaiknop weer instellen. Ik wil even laten zien. Je ziet dan dus daar. En dan heeft hij ook nog weer een lage gearing. Oftewel een tussenbak. Hij heeft zo'n lamp achterop. Hij is kortom helemaal toegerust om te gaan recreëren op plekken waar je eigenlijk met een andere auto niet kunt komen. Maar, dat is het nog niet. Deze weg is in 1909 aangelegd. En toen is hij dus gebruikt om van dat stadje daarachter naar een heel klein bergdorpje hierboven te komen. En er zijn allerlei dingen gebeurd destijds. En dat vertel ik in die tv-show. Wat is dit hier op de grond? Ah, is het weer. Vind je die auto? Het was stoer. Ja, toch? Ja. Kleur ook? Staat een sprak worden, vuilniszakken grijs. Een hele zwarte neus met een luchtinlaat. Ja. Dat maakt hem wel... die TED-dempers zitten en zo, die veren. Allemaal in het rood. Ja, goed hè. Beetje viezig wordt die, dat mag ook hè. Ja. Kijk, heel... Natuurlijk de keus, dit of een F-150. Ja, het is een beetje wat je ermee gaat doen, hè. Ik vind zo'n Raptor ook wel heel, heel, heel vet. Ja, maar ga je niet snel dit mee doen. Nee, dat is meer om wat gekkigheid in de woestijn uit te halen of zo. Maar dit is echt zo'n modderkruiper. Tent erin, barbecue erbij. En zo doen ze dat hier in Amerika. Gewoon ergens naartoe rijden en daar dan een beetje zijn. En jezelf vermaken in de natuur. Kijk dan. Dan ben je angst ontstaan. Voor die vliegmachine. Of zoek je de schaduw op? Ja. Ah, oké. Vooruit dan maar weer. Wat een uitzicht, hè. Erik, ik zie daar beweging. Daar. Zie je dat? Met een snorkel. Dit is de eerste auto die we zien hier. Ja, sinds uren. Is het niet te geloven? Wat is het? Het is een? Een Land Cruiser. Oh ja. Ja. Nou ja, logisch hè? Maar met een snorkel vind ik een beetje overdreven, jongens. Ja, maar luister eens, fijne man. Het gaat regenen. Ik weet niet waar we nog tegenkomen, hè? Maar hij had al niet zoveel modder als wij inmiddels op de auto hebben. Nee. Hey, en ik zei hè, volgens mij, dat off-roaden doe je met een Defender. Of met een Mercedes Gelände, of met een Wrangler, of met een Toyota. Zowel wij als hij. Ja. Dat zijn dus de apparaten die je hiervoor nodig hebt. Toyota doet het voor mij zelf ook, kijk maar naar het kenteken. Ja. Let's go places. Nou, ze zijn dus zelf ook niet vies van een beetje avontuur. Nee, dus dan hoeven we hem ook niet te wassen straks. Hoort er ook een beetje bij, hè? Ik ben een Amerikaan. Jij hebt modder aan je oor, deze aan zijn wielen. Dit is hem. Inmiddels staat alles aan. Van low gear naar de kruipstand. En die op zijn heftigst. Met het achterdif dicht. En dan is het bewonderenswaardig. Je hoort nu het een en ander. Dus eigenlijk de rem ingrepen. In combinatie met het ABS. En die houdt hem dan dus vast. Het is echt niet normaal wat deze auto kan. Hoor. Dit. Dat zien jullie misschien niet helemaal op camera, maar dat gaat echt serieus naar beneden.
Ja, dan moet dit ook kunnen. Het is leuk hoor, op een circuit rijden en dan doen met zo'n achterband en rook en zo hard mogelijk een bocht door. Maar dit is eigenlijk ook heel leuk, althans, dat vind ik. Heel flauw idee wat jullie ervan vinden hoor. Maar... Even de vraag wat hier achter zit. Rechts hè, daar. Ah, die was niet heel moeilijk, dat is zelfs ik gekund. Als ik het kan. Deze was naar beneden. Precies. De lokale held. Dit is een Dodge pick-up. Ook weer door de prut. Oh, je ziet het. Gaat ook niet heel gemakkelijk. Weg is die, het bos in. Woont daar ergens boven waarschijnlijk in een... Klein jagershuisje of zoiets. Leeft van het wild wat hier loopt. Nou, ik idealiseer het geloof ik een beetje. Wat een geweldig uitzicht. Daar beneden ligt Hemet. Typisch Amerikaans ook met van die kaarslechte straten. Want allemaal nog niet zo heel lang geleden aangelegd. Bovendien is het daar vlak, dus er is niet zo heel veel reden om het te laten slingeren. Dat in tegenstelling tot Control Road, waar we nu op zitten. Daar gaat hij langs de berg. Dan komen we helemaal uit die vallei daar, die je inmiddels niet meer ziet. Die ook zelfs verscholen gaat achter wat heiligheid. Maar helemaal uit de diepte komen. Uiteindelijk eindigen we 1600 meter hoogte in de wolken. Lekker is dat, hè? Een auto die gewoon alles aan kan. Zie je? Lekker door de blubbert. Door de blubbert, naar boven, naar beneden. Maar nergens een beperking. Hoe zat het ook weer? Wat is de beperking ook weer bij overhouden? Ja, weet ik niet. Ik ben zo van het overhouden. Ik heb iets gehoord van de man achter het stuur. Ja, bloed aan de muur. Bloed aan de muur. Zou er al eens een keer zijn? Ik begin namen te zien. Fisherman's Fuel Break. Dat is wel een goeie. Fisherman. Fisherman. Zouden we een visje kunnen eten? Yeah. Ja. Ja, dat is ook wel. Op een berg. Op een berg een fuel break. Ja. Apart. Ja. Apart. Echt een beetje water hier. Alles kan of niet, zie ik. Ben er blij dat de ruitenwissers het doen. Nou, inderdaad. Helemaal daar in de diepte, hè, met. Daar begonnen we. Net weg hoor. Ja, niet normaal, hè. Zo lang zal het zijn, een uur of acht. Ja, ik heb nog een flauw idee, maar ja, het duurt wel lang. Dan klim je dus gewoon 1600 meter. Het verschil over een afstand, wat niet eens eigenlijk heel veel is, maar ja, dat is vaak met off-roaden. Ja, precies. En nu naar beneden, heel relaxed. Gaaf wel. Is te zien binnenkort weer. RTL 7, zondagavond, 6:30. Wat Visie TV, daar zit dit in. Er zit veel meer in dan wat je nu gezien hebt hoor. Het is echt heel wild geweest. Het is diep geweest. We zijn bijna tot aan de luchthappering onder water geweest. Ik denk dat we ook eventjes de auto moeten schoonmaken. Denk jij, ja, dat is wel zo netjes. Ja. Hebben we het goed gedaan, hè? Nee, die auto is echt heel goed. Ik had niet verwacht dat hij zo sterk zou zijn. Alle systemen hier? Ja, hij heeft alles, maar het was heel wild en heel ruig. En gewoon in alle comfort hobbelt hij omhoog. Zet hem op de crawl stand. En hij hobbelt er boven. Mooi. Waarom nog een Defender? Voor de looks. Ja, precies. Ja, nee, maar dat, ik denk uiteindelijk dat als je al die auto's, zo'n Mercedes G, een Wrangler, een Defender, zoiets als dit of een Land Cruiser of een Patrol, hè, Nissan, ook sterk, is al wat ouder. Als je die allemaal naast elkaar zet, dat het
niet zo vreselijk veel scheelt welke auto uiteindelijk het verst komt. Ik denk dat het vooral te maken heeft met de kerel achter het stuur. Erik? Ik weet niet wat dit over heeft. Hebben jullie trouwens de Land Rover vlog al gezien? Is echt heel leuk geworden. Kijk maar eens. Mocht ik ook eindelijk eens een keer rijden. Ging echt top. Ja. Dus. Vandaar dat ik vandaag gewoon weer gereden. Het was heel wild daar met die Discovery. Je moet je zeker kijken, dat is de moeite waard. Ik denk dat we er klaar mee zijn. Terug naar het hotel. En dan een klein beetje rook in het volgende vlog. Ook dat is voor Autovisie TV een hellcat. Nou goed, we zijn er snel weer. Bedankt voor het kijken. Duim omhoog. Ja. Doei doei.